koning Krentenbol wil lezen. Koning Krentenbol zit aan de keukentafel. Voor hem ligt een groot papier. Wat ga je doen? Vraagt de koningin. Schrijven, zegt de koning. Schrijven? Kun je dat dan? Roept de koningin verbaasd. Natuurlijk, roept koning Krentenbol vrolijk. Iedereen kan toch schrijven? Hij pakt een pen en begint van alles op het papier te krabbelen. Rondjes, driehoekjes, puntjes, streepjes, grote en kleine krasjes. En nog veel meer gekriebel. Na een kwartiertje is hij klaar. Wat heb je geschreven, koning? Vraagt de koningin nieuwsgierig. Lees zelf maar, zegt koning Krentenbol. Lees het zelf maar, zegt de koning. Maar de koningin kan niet lezen. Ik kan ook helemaal niks, snikt ze verdrietig. Ze begint te huilen. Maak je toch niet zo druk, zegt koning Krentenbol. Bijna niemand kan lezen. De koningin veegt haar tranen weg. Is dat echt zo? Jazeker, zegt koning Krentenbol. Kom, dan zul je het vanzelf merken. Hij pakt het papier van de tafel en hij loopt naar buiten. Als ze in het dorp zijn, stappen ze de slagerswinkel binnen. Zeg, slager, kun je dit even voorlezen? Vraagt de koning en hij laat de slager het volgekrabbelde papier. Sorry hoor, mompelt de slager, dit kan ik echt niet lezen, het spijt me. Nou wel, zegt de koning tegen de koningin. Ze lopen de slagerij uit en ze gaan naar de bakker. Ah, die bakker. Wil jij eens lezen wat hier staat? Lachend kijkt de bakker naar het papier. Nou, zegt hij, hier snap ik helemaal niets van. Neem me niet kwalijk, majesteit. En ook de agent. De kapper, de groenteman, de metselaar, de tuinman en zelfs de burgemeester kan niet lezen wat de koning geschreven heeft. Wat heb ik je gezegd? Zegt de koning Krentenbol triomfantelijk tegen de koningin. Het is heel gewoon en heel bijzonder als je kunt lezen. Ja, zegt de koningin. Dat begin ik nu ook te begrijpen. Ik ben blij dat jij wel kunt lezen, zegt de koningin als ze weer thuis zijn. Ik ben heel erg trots op je. Ze loopt naar de boekenkast en pakt een prachtig sprookjesboek. Misschien kun je me dan nu een verhaaltje voorlezen. Maar natuurlijk, zegt koning Krentenbol. Hij gaat op de bank zitten en slaat het boek uit. Dan wordt koning Krentenbol een beetje wit op zijn neus. Die letters ken ik helemaal niet. Oh nee, vraagt de koningin geschrokken. Nee, ik kan alleen maar zelfbedachte letters lezen. Ineens krijgt de koning een goed idee. Als we nou eens even samen naar school gaan om letters te leren, echte letters, dan zijn wij straks de enige die kunnen lezen. En zijn wij heel bijzonder. Het volk begint te lachen. Ja, dat doen we. Ik heb altijd al zo graag bijzonder willen zijn. Dan gaan we samen naar de school waar je goed kunt leren lezen.